We gaan beginnen aan de grootste kast. Ik heb hem al opgespannen. Op maat. Die gaan we in elkaar rechten. Die moet ik 3 keer doen. En dan ga ik de achterkant van de bovenkast. Die is anders. En waarom? Daar zien jullie dan nog wel. Maar eerst ga ik deze 3 keer maken. Welkom bij Harry de Ferryman. Vind je dit soort films leuk? Duimpje omhoog. Wil je er meer zien? Abonneren. En als je de belletje aan klikt, word je op de hoogte gehouden wanneer we een video opnemen. En ik ga mijn helm opzetten en ik ga hem in elkaar rechten. Nou, veiligheid voor alles zullen we maar zeggen. Die helm, dat is toch wel een uitkomst. Je ziet dat ik mijn tafel verlengd heb. Hij paste er niet op, tafeltje is 2 meter. En de kast wordt 2,20 meter. Dus die past er net niet op. Heb ik die hoeken eraan gezet, kun je de tafel nog een eindje mee verlengen. Ah, het zelfs nog iets groter kunnen zijn, de kast. Had hij er nog op gepast. Maar uitkomsttafel, maar vroeger had ik die niet. En dan ging het ook, had ik gewoon een houten werkbank met een ijzeren plaatje erop. En dat gaat ook, duurt gewoon eventjes wat langer. Maar dat heb ik in het vorige filmpje volgens mij al verteld. En dan kun je gewoon de eerste laten liggen. En dan kun je de andere erop leggen. En dan werk je nog snel. Een paar tangen erop. Maar ja, die is super makkelijk. Net al verteld dat ik mag gebruiken. Dus. Dat gaat, ja, in principe gaat het ook veel vlotter als het tegen duurt. Gewoon veel langer. Maar ja, dat doe ik meestal omdat ik het heel erg leuk vind, niet omdat het moet. Ik ken allemaal, het zou nog met elektroden kunnen, maar dan heb je nog net wat meer werk. Hier de buitenhoekjes. De, zie je, die smelt ik gewoon eventjes af. Even van boven naar beneden eroverheen. Niet heel, heel bijzonder. Het is puur voor het optische dat je die naad kwijt bent. Ik moet hem nu toch nog slijpen. Had ik een fout gemaakt. Ik had een schuurschijfje. Ja, de slijper zie je straks ook nog. Dan zullen jullie denken, waarom pak je nou mij? Dat is een hele simpele rij, hè. Een argon gaat er zo. Ja, heb je dus de reden waarom ik mee mag lasten? Omdat mijn argongas op is en mijn maggas was ook bijna op. Dus we moeten een keertje naar Oost toe de zaak omruilen. Anders liggen we eruit, dat is niet de bedoeling. Dus het is allemaal groot zwaar en mijn garage is vrij laag. Dat is gewoon lastig. Mijn garage, ja, dat is niet de hoogste. En hij is ook al te klein aan het worden. Maar ja, volgens mij, al was hij eentje groot geweest, was hij nog te klein. Want dan verzamel je toch meer spul. En het is nu niet echt de tijd om te gaan kijken van, we kopen eens een mooi vrijstaand huis met een hele grote schuur erbij. Ja, dat kan wel, maar ik kan ons hartje niet betalen. Dus. Hobby, opspannen, ja. Supersnel. Alles ligt op zijn plek. Ja. Als je de eerste hebt gelast en je hebt alle steuntjes goed staan. Ik controleer hem nog wel. Dus dat is ook een stukje gewoonte, denk ik. Dat ik daar vroeger gewend was. Met de rolmaten langs heen. Om te kijken of het goed werkte. Of dat maar aan de maat werken, zo moet ik het zeggen. Haaks over de hoek meet ik hem niet. Normaal doen we het ook eventjes kruislinks meten. Dan kun je zien als die maten hetzelfde zijn, dat hij gewoon haaks ligt. Zit er verschil in, dan is hij scheef. Maar dat vertrouwen heb ik wel voortaan dat hij gewoon allemaal recht is. Dat is wel makkelijk. Nou, een paar hechtpuntjes. Daar trek het materiaal niet zoveel van, hè, van zijn hechtje. Dus maar weinig warmte. Een heel klein puntje. Dus als je het in elkaar recht en het ligt los, dan merk je het wel. Dan merk je, dan zet je het puntje in en dan komt het metaal naar je toe. Het krimpt altijd naar de kant waar je de warmte inbrengt. Zou je zeggen warmte, dan zet het materiaal uit. Ja, dat klopt. Maar hij krimpt ook iets verder terug. En daardoor trekt het materiaal krom. De eerste werkbank die ik ooit gemaakt heb. Heel slim, alle palen en één keer rond hem aflassen. Nou, het was net een banaan die ik op de grond zette. Heb ik wel weer recht gekregen.
Want dan moet je hem warm gelegen stoken. En dan krijg je hem maar weer rechtgekrompen. Maar dat was meer werk dan ik dacht. En in eerste instantie dacht ik van, nou, die komt nooit meer recht. Maar goed, die werkbank die heeft ook, ik denk 20 jaar gestaan. Nu ga ik in de garage, als ik hier met die meubeltjes klaar ben, ga ik tegen de kant waar de camera nu staat. Daar ga ik ook anders inrichten. Daar heb ik nou een hoop staal liggen, rommel liggen. Eigenlijk niet georganiseerd. Dat wou ik in het begin al doen. Wou ik eigenlijk al heel lang doen, want de staal daar liggen gewoon. Alleen dat is er niet van gekomen door omstandigheden. Het is een beetje een heel raar jaar aan het worden. Dus. Maar dat komt wel goed. Als we de tijd van leven hebben, zullen we maar zeggen, dan komt alles goed. Hij is druk, brede rug in beeld. Er zit eigenlijk niemand op te kijken, hè? Kijk, toch weer even meten. Want het moet wel precies kloppen. Dit worden kasten, ja. En als het scheef wordt, ja, ik heb daar een hekel aan. Ik ben toch van de symmetrische gebeuren. Je ziet wel alle deurtjes even groot, alles. Ja, hetzelfde. Ik heb ook al gezegd, er komen geen tierlantijntjes op of zo. Het worden eenvoudige kasten, heb ik bij de eerste al verteld. Recht toe, recht aan. Niks spannends. Misschien dat ik heb nog een idee. Dus die wil ik hier ook op kantoor neerhangen. Dat wordt wel een bijzonder kastje. Maar er komt ook iets aparts in. Dus, maar dat is weer een idee wat ik heb. Daar ga ik nog niet te veel over zeggen. Want na die kasten moet ik ook nog aan die challenge beginnen. Daar ben ik wel aan begonnen. Maar daar ligt weer helemaal, helemaal stil. Dit moet eventjes af. Dat kantoortje. Dus ik zit er nu wel. Want ik zit nu ook het videootje in elkaar te zetten op een kantoortje. Maar ik wil het gewoon helemaal klaar hebben. Dus want we zitten meer bij losse spullen die op die schappen lagen, die moeten in die kast. Dat gaat nu niet. Die hebben we wel ergens anders opgeborgen, maar dat is gewoon lastig. Dus tweede rekken weer klaar. Het eerste frame heb ik de deurtjes ingemaakt. Dat heb ik toen bij het kleine kastje ook gedaan. Dat werd goed. Maar nu heb ik 4 deurtjes. En ze moeten wel op de goede plek terugkomen. Ze zitten allemaal wel op dezelfde maten, scheniertjes. Maar als er een kleinigheidje verschil in zit, dan past het niet meer. Dus ik ga ze merken, de deurtjes. Hoe doe ik dat? Hamer in het centerpunt. Van links naar rechts ga ik ze nummeren. Dit wordt dan deurtje 1, 2 en zo verder. Met de bovenkast is de onderkast. Bovenkast doe ik hetzelfde. En dan ga ik door dus met 5, 6, 7 en 8. Dan gaan we snel doen. Ik sla ze uit het zicht, die centertjes, dat je ze niet meer ziet. Even het deurtje los. Deze is nog warm, die heb ik net gelast. Heet. In het vorige videootje heb ik laten zien hoe ik die deurtjes, die scheniertjes erop doe lassen. Ik leg kokertjes onder de deurtjes, vulplaatjes ertussen dat je netjes in het midden zit en las scheniertjes vast. Het smakelijkste. Hier heb ik het ook gedaan voordat ik hem in elkaar ga zetten. Ik denk dat is makkelijker, maar ik dacht de scheniertjes, ik heb ze wel uitgemeten. In principe moeten ze passen op alle plekken, maar ik ga de gok niet nemen. Dat ik daar balletje staat te doen met al die deurtjes. De centertje erin, dat ik zeker weet dat ze weer in hetzelfde vak terugkomen. In dit frame zelf hoef ik geen nummertjes te slaan. Ik weet dat ik begin altijd aan de linkerkant naar rechts. Onderkast wordt dit. Nou, dat is 1. Bovenkast, dat weet je gewoon, dan onthouden we wel. Ze zitten allemaal vast. Deze zit er op zijn kop in. Zo. Nou gaan we de kast samenstellen. Spannend. Dan komt hij overeind te staan, dus ik ga hem op zijn kop in elkaar bouwen.
En nou wordt hij hoog. Volgens mij vallen mijn pennetjes eruit. Ik denk dat ik ze er gewoon eens uitpak, dat het een stuk veiliger is. Anders ben ik ze kwijt, voordat ik klaar ben. Als ik ze er nog uit krijg. Dini. Deze wel. Doe hem in een bakje met las. Hoe diep dat je wordt, zet ik er eventjes een lijmtangetje op dat je me niet omvalt. En dan beginnen we maar weer doppen te zetten. En eens kijken wat schip strandt. Even de goede tussenliggers opzoeken. En zo is het net een bouwpakketje. Ik ben wel blij dat ik tekening heb gemaakt. Is gewoon... Toch wel makkelijk, hier heb ik er de tekening bij van welke moet ik hem hebben. Zoeken. Dat ik de goede kan vinden. Want alles gezaagd, maar niet op volgorde weggelegd natuurlijk. Dat zou te makkelijk zijn. Maar ze liggen er allemaal wel tot nu toe. Niks verkeerds gegaan. Dus ook geen meetfouten gehad tot nu toe. Dat is zaak als je zoiets gaat zagen van controleer het altijd goed. Doe het op je dode gemak. Dat is maar alles, hè. Die is niet voor de werkgever. Die mag je net zo lang over doen als dat je wilt. Dus wordt niemand boos om. Je kunt hoogstens boos op jezelf worden dat te lang gaat duren. Maar ja, dat doe ik ook zo gauw niet. Dus het is hobby. En je moet er zelf tegenaan kijken. En meestal, die mensen die te heel veel doen, die hebben daar veel vlugger in de vingers. Het is voor mij ook hobby. Eerste keer dat ik het aanhaal. Meubeltjes maken. Dus in de toekomst gaat het allemaal vlugger. Alles wat je de eerste keer doet, dat duurt gewoon wel langer. Hier zet ik er nog een hoek bij. Zodat ik nog een lijmtang extra erin kan zetten. Ik heb 4 van die hoeken. Dat ik die tafel kan verlengen. Die schroef je er gewoon tegenaan. Werkt super. Kijk, kan die liggen er mooi op liggen. De lijmtang kan er nog bij. Nee, echt ideaal. En zo zijn we de hele tijd aan bezig. En nou kwam het dadelijk, want het is het in elkaar rechten. Aflassen heb ik niet gefilmd. Dat is gewoon een hoop van hetzelfde en je kunt weinig zien. Want ik kan niet iedere keer, ja, daar kan ik wel die camera verzetten, maar dat heb ik niet gedaan. Dus, en de aflassen is eigenlijk zo gebeurd. Dit is het voornaamste. Het goed in elkaar zetten, het goed in elkaar rechten. Met aflassen vertel ik dadelijk nog een keertje, goed opletten. Nou, als je onderin een hoekje last, dan gaat dat naar elkaar toetrekken. Doet dan het hoekje dat er tegenover staat ook lassen. Dat je die krachten een beetje opheffen van elkaar. En niet alles in één keer rondom aflassen, gewoon afwisselen. En dan komt dat goed. Ik heb het rekje gelast. Leuk werkje altijd. Moet wel opletten om hem recht te houden. Dus niet alles in één keer rondom aflassen, net als hier zo'n kopertje. En dan naar de volgende toe en eerst al de onderste en dan omdraaien en dan, want dan, ja, dan blijft er niks van over. Dan gaat je alle kanten op. Dus je last deze en dan las ik een keer tegenin en dan ga ik verderop. Zo een beetje op verschillende plekken blijven lassen, dat je niet alle warmte op één punt duwt. Want ja, dan gaat de staal zo trekken.
Dus een beetje afwisselen. Links, rechts, een beetje gelijk houden, anders wordt hij krom. Maar hij is recht. Daar gaat het om. Nou moet ik nog een hoop lipjes erin lassen voor de houten plaatjes tegenaan te zetten. Daar ga ik nu mee beginnen. We zullen wel eens eventjes gaan kijken. Hierbovenop heb ik ze al opgelast. Verschillende plekken. Dat is voor het bovenblad te doen. En nou gaan we hieronder beginnen. Kijken dat ik hem een beetje verzoenlijk vast kan houden. Een plaatje er tegenaan klemt. Afstandbusje ertussen. Dan klem ik dat plaatje erop. Kan ik hem erin hechten. En dan naar de volgende toe. En zo doen we ze allemaal. Dan heb ik hier tussen de goede afstand. Dus dat is eventjes hobby. Het is een werkje, deze draai je niet zo gemakkelijk om, dus doe ik niet. De ene las ik onderhands en de andere bovenhands. Dat maakt zoveel niet uit, dat is dezelfde instelling. Kun je dat lassen, dus. Hij wordt groot, wordt nog iets om dat ding te schilderen. De lasjes, omdat ik ze nou met mag gelast heb, ga ik ze wel glad slijpen, dus doe ik dat bij de kleine kastje ook. Helaas, dit ging niet, gas pas op. Dan lig je eruit met dicht en ik wou hem toch in elkaar hebben staan. Dus dan maar mee mag. En dan maar aan slijpen. Had ik een nieuwe slijpschijf, of een nieuwe slijpschijf. Een ander type slijpschijf. Ja, en die ging als een tierenlier. Maar in het begin, ik zeg van zo, dat vliegt eraf. Maar weer niet opgelet. Kuilen graven, baalde ervan. Viel mee, ik heb het nog een beetje kunnen verdoezelen, maar ik baalde er wel van. Dus toen maar weer naar een andere slijpschijf toe gegaan, dat ik de rest geen kuilen meer in graven. Dat ging echt, ja, hij pakte super af. Het ging wel zo hard. Maar ja, zonder erg, kuilen gegraven. Dus het is een werkje, ja. Daar moet je gewoon de tijd voor nemen. Dat is niet anders, hoort erbij. Bepaalt wel het eindresultaat, hoe het eruit ziet. Dus neem er echt de tijd voor. Niet de grove korrel pakken. Ja, voor het lasje even wegslijpen. Pak ik wel een grove korrel. En dan ga ik over naar een fijnere korrel om af te werken. Dus alles met de accu slijper zie je wel. Die is toch wel super gemakkelijk. Want ja, je blijft rondom die tafel aan het lopen. En in snoer of op lucht. Ja, altijd lastig, moet je altijd kijken waar de snoer naartoe gaat. Of die luchtslang. En het is een goede test voor hem. Ik kan je zeggen, ik ben met de haak slijpertje op een accu heel tevreden. Hij doet het best lang. Dus heel zwaar werk. Dat is het niet. Dit is geen heel zwaar werk. Maar zwaarder werk, dat je echt moet werken. Dan heb je 3 accu's erbij nodig. Dan is het zo, dan heb je ja, 2 accu's leeg. En dan heb je een derde nodig om door te kunnen gaan. Ik heb er genoeg, want ik heb al die machientjes uit diezelfde reeks. Dus accu is bij mij het probleem niet. Maar als je alleen een slijptolletje koopt en je wilt er echt lomp werk mee gaan doen, dus continu afslijpen, zwaar afbramen, dan kwam je tekort aan 2 accu's en dan heb je er 3 nodig. En dan kun je wel door blijven werken. Dus, maar dan heb je ook 2 acculaars nodig. Maar goed, even terzijde, voor dit werk heb je aan 2 accu's meer dan genoeg een beetje de afbramen en daarna de oppoetsen. Het is een klusje, ja, daar ben je meer tijd mee bezig. Kijk, nou was mijn accu leeg, nieuwe accu pakken. Deze klusje moet je gewoon de tijd voor nemen, maar dat is maar alles. Gewoon rustig aan. Super blij met je helm. Normaal op het werk heb ik ook niet zo'n helm. Dan moet je of een stofmasker op en als je dat vergeet en je snuit je neus, dan komt er een partij zwarte zot uit. Die stof van de slijper is allemaal staal. Dat je naar binnen toe staat te halen. En hier een centje pijn mee. Dus ik heb hem ook mee naar het werk genomen. Moest een roeiboot schuren. Ik denk ik neem hem eens mee. Ideaal. Het was best warm weer, hij blaast mooi koude lucht langs je gezicht af. Tenminste, dat voelt koud aan, het is dezelfde lucht als daar binnen hangt natuurlijk. En geen stofmasker op, want zijn stofmasker, dat zijn gewoon zweedingen. Dat weet inmiddels heel Nederland.
Ik heb er jaren mee rondgelopen. Ik heb er ook niet zo moeite mee om in het openbaar voer of iets op te zetten. Want die doekjes die je dan voor moet doen, dat is, ja, dat is minder dan de stofmasker waar we mee doen slijpen. Maar die is veel makkelijker en fijner. Je hebt er geen last van die motor op je rug. Je vergeet hem wel eens en dan kom je hem weer tegen als je ergens langs heen loopt, dan stoot je hem. Nou, die kant is klaar. Draaien. Je ziet ook, die heb ik met de hele warme weer in september heb ik die staan te doen. Wanneer het filmpje online komt, weet ik niet. Normaal heb ik die lasjas aan met die leren mouwen en die leren voorkant. Nu heb ik mijn oude jasje weer eens opgezocht. Ik zeg, die is toch minder warm als die andere. Nou, stofzooi maken. Dat is allemaal slijpstof. Een benden altijd. Maar dat is niet anders. En zo ruim je het niet op en zo verplaats je het alleen maar als je mijn lucht wegblaast. Dat is het nadeel van die lucht. Het ziet er meest schoon uit, maar het dwarrelt door de lucht heen en het slaat overal neer. En zo hou ik mijn werkplaats schoon. Hetzelfde als op het werk, heb ik wel eens vaker over gehad. Beetje bij proberen te houden, dan werkt gewoon plezieriger. Als je een beetje rond kunt lopen en zo. En dan is je klaar. Deurtjes erin hangen en het is een mooie. De onderkast is klaar. Nou moet ik de bovenkast nog gaan maken. Hij is groot. Ik zal er dus wel van aflopen. Hij is recht gebleven. Al spannend. Maar goed. Deze gaat eraf. Die gaat naar buiten. Nou, niet helemaal naar buiten. Onder de kapoort komt hij te staan. En dan kan ik de bovenkast gaan maken. Als dat dan klaar is. Alles is er aan gelast wat er gelast moet worden. En dan ga ik hem opschonen. Dan moet hij gespoten worden. Kleine kastje ook mee naar buiten. Moet ook gespoten worden. Dus of geschilderd. Moet ik even kijken. Kijken waar ik zin in heb. Maar het is nog een behoorlijk werkje. Hele dag mee bezig geweest. Om mijn dingen in elkaar te hobbyen. Maar het is gelukt. Hieronder die staan een stukje terug. Hier komt ook nog een plintje in, zeg maar. Dus dat die dicht is. Dat er geen troep onder kan komen. Hetzelfde geldt voor de zijkant. Hier binnenin. Daar heb ik kokertje 2020 in gemaakt. Er komt de plank op te liggen. Deze blijft zichtbaar. Dus. Ik weet nog niet zeker of ik hier een tussenschot in bouw of dat ik hem helemaal open laat. Er komen wel schappen in. Maar die komen geschroefd te zitten. Maar zolang ik hem niet gespoten heb, is dat niet erg. Kan ik er altijd nog iets in lassen. Moet ik nog eventjes over nadenken wat ik doe. In ieder geval 98% van het werk is gedaan. Ik had gedacht om een grote plaat erachterop te doen. Nou, toch weer besloten om gewoon in ieder schap van die beugeltjes te lassen. En dan komt vanaf deze kant komt er een houten plaatje in te zitten. We waren toch bezig. Hierachter komt geen plint, maar ja, ik was zo fanatiek bezig. Hier had ik ze er al aangelast. Bovenop komt een houten blad te liggen van 3 centimeter dik. Steekt iets uit. Dus. Weinig van gefilmd van de lassen. Ik denk dat jullie er allemaal wel geloven, de lassen. Deze heb ik helemaal met mag gelast. Behalve de deurtjes dan. Maar die heb ik in deel 1 allemaal al in één keer gemaakt. Voor nu wou ik het erbij laten. Ik wil jullie hartelijk danken voor het kijken. Duimpje omhoog als je het leuk vond. En ik sluit af zoals ik altijd doe. En net zoals we in Brabant zeggen. Houdoe.